Richting trainen ging mijn vader gewoon in de auto wachten, slapen, tot ik klaar was met trainen. En dan weer terug naar school, hier zo. En dat elke dag. Ik ben op stress en ik kan nog niet naar bed voordat ik al die loot die gepakt heb. We zijn nu op het pleintje van mij in Almere Buiten. Ja, nu hebben ze dit veldje naar mij vernoemd. Toen ik hier voetbalde, is denk ik ook alweer 10 jaar geleden. Ik denk dat ik toch wel een bazig typetje was. Irritant gewoon. Hij weet, hij kan goed voetballen. Hij kan goed voetballen. Dan speelt hij gewoon irritant, dus uitdagend spelen. Hij wil je echt die panna geven, hij dacht je gewoon echt uit van, kom dan. En dan ja, als je komt, ja, krijg je hem. Ik heb altijd wel gezegd, op school ook tegen de mentoren, dat ik prof zou worden. Ze zeiden ja, allemaal school dit, school dat. Is ook wel zo. Maar uiteindelijk heb ik wel gewoon mijn diploma gehaald. Steven was altijd wel een rustige jongen. Altijd bezig met voetbal. De love is er wel gewoon altijd geweest. Hij heeft mij altijd gesupport en ik heb hem altijd gesupport. We waren laatst wel hier in de buurt bij JCC, even een balletje trappen. En wie was er beter? Het zou gek zijn als ik nu ik zei, hè. Nee, Steven is beter dan mij met voetballen. Ja, hij is gewoon een toffe gozer en... Mooi dat hij dit inspreekt. Ja, Seven, ik zat ook met hem op school, op Egnaton. Ja, op school hadden we topsportklas, heet dat. Ja, kickboksen toen, ja, ik voetbalde. En ja, daar zaten we allemaal met elkaar in de klas, konden we huiswerk maken. Omdat we natuurlijk niet die lessen allemaal volgden. Savaio, hij kende me als Savaio. Vroeger heet hij nog Otje Taylor en nu zie ik hem voor zoveel mensen staan. Prachtig om te zien. Ik was 7 toen ik van Waterwijk naar Ajax ging. Maar ik was wel blij dat ik naar Ajax kon. Ik heb heel veel aan die tijd gehad bij Ajax. De basistechniek en zo. Ik heb daar 6 jaar lang gespeeld. Ik heb veel geleerd. Ja, toen is er een soort ruzie ontstaan. En toen ben ik weggestuurd als het ware. Ja, want ik ben normaal van Ajax. Ik heb nu denk ik 3 shirtjes van hem. Shout-out naar mijn nigger Stevie. Bergwijn, je weet toch? Als hij hopelijk nog een keertje ooit bij Ajax gaat spelen, wat ik niet denk, maar dan zou ik wel dat shirt willen hebben. Ja. Ik denk niet meer dat ik terug ga naar Ajax. Nee. PSV, dat is gewoon in mijn hart nu. Ja, wat ik als kijk, ik heb wel mooie tijden daar beleefd, maar... Ja, hij krijgt nog wel een shirt van PSV. Ja, hij krijgt die van de kampioenswedstrijd. Die ligt nog wat gevoeliger, denk ik. Ja, ik druk nu nog één speciale voor hem. So baby, me, I'm coming over. De volgende dag was ik al training bij PSV. Ja, toen viel het de verandering in mijn leven op zich nog mee, want ja, daar kom je pas kijken. Maar toen ik mijn debuut maakte bij het eerste, was ik 17 in de beker tegen Almere City, in mijn eigen stad ook. Toen ging het wel snel, kreeg ik best veel volgers ook. Ja, het was een mooi debuut eigenlijk. Ik kwam erin. 2-3 minuten later gaf ik assist op Wijnaldum. En die rond dat beheerst af. Maar wat een debuut voor Steven Bergwijn. Ja, mooier kan niet. Ja, al mijn vrienden waren er. En zelfs mentor. En sindsdien train ik gewoon mee met het eerste. En dan moet je je plekje in de kleedkamer zien te verdienen. Dan train je na training, ben je klaar. Moet je weer naar de overkant lopen. Moet je daar douchen, want je mag nog niet in de kleedkamer van de eerste. Ja, dat moet je verdienen. 5 minuutjes lopen, moet je terugkomen eten en dan kan je weer terug. Ja, eerlijk gezegd vond ik het niet zo erg. Ik was al blij dat ik mee mocht erin en was gewoon wacht op mijn kans. Ik kom uit een gezin met een broertje en een zus. Ja, ik ben elke dag met mijn broertje. Mijn broertje gaat overal mee. Zijn broertje is gewoon echt altijd naast hem, zeg maar. Dat is echt zijn rechterhand. Hij houdt echt van hem, echt heel veel. Vader en moeder waren ook altijd in de periode dat hij vroeg moest trainen, altijd mee. Daar was hij ook bij, de hele tijd op en neer rijden. Toen ik bij PSV kwam, moest ik vanaf Almere naar Eindhoven, stonden we geloof ik 5:30 op. En dan richting trainen ging mijn vader gewoon in de auto wachten, slapen, tot ik klaar was met trainen. En dan weer terug naar school, hier zo. En dat elke dag. Ze doen alles voor me nog steeds. Ja, nu ben ik blij dat ik hun kan verzorgen. Ik heb een huis voor mijn ouders gekocht. En dat zei ik al, dat zijn de mooie dingen die je dan kan doen als je hard blijft werken. En ja, het is gewoon een mooie beloning voor hun. Voor ons allemaal. Ja, als ik het geld heb, koop ik een eiland voor ze. Ja, dit is toch wel een van de bijzondere tattoos. Dit was mijn debuut in de Champions League tegen CSKA Moskou. Dus, ja, dat is jongensdromen. Ik kreeg van de trainer te horen dat ik bij de wedstrijd selectie zat. Toen dacht ik van yes. Maar ja, je verwacht niks, je hoopt niks. Het is natuurlijk een belangrijke wedstrijd. En die wedstrijd wonnen we 2-0 geloof ik. En ja, ik gaf assist.
Wel per ongeluk, moet ik eerlijk zeggen, maar ja, hij staat toch op je naam hoor. Ik wilde al heel vroeg tattoos. Ik zei, toen ik 10 was, wilde ik al tatoeages. Ja, zei ik, als ik 16 word, dan wil ik tatoeages zetten. Ja, mijn ouders zeiden, nee, wachten. Maar ja, toen ik 16 was, had ik toch al wel deze arm vol. Ja, en nu zit ik bijna helemaal vol. Ja, mijn been gaat nog vol. En mijn rug, denk ik. Hier heb ik ook een tattoo van Maria. En ik heb hier Psalm 23 ook. Een stukje uit de Bijbel, wat ik altijd lees voor ik ga slapen. De Heer is mijn herder. Ja, voelt voor mij als bescherming eigenlijk gewoon. Ik denk dat we daar toch de kracht vandaan halen. Ik bid elke dag. Als ik opsta, als ik ga slapen voor de wedstrijd. Ja, dat is wel belangrijk voor mij. Ja, heel mooi natuurlijk. Ik ken deze jongens al bijna heel mijn leven. Ik zat met ze in de klas. Mooi dat ze ook dit mee kunnen maken, zeg maar, met mij. Door met hem om te gaan heb ik ook andere dingen gezien. Daar ben ik ook dankbaar voor. Ik ben met hem meegegaan naar trainingen, wedstrijden. Dat soort dingen deed ik nooit. Je doet ook meer, laat me zeggen. Je ziet meer van het leven ook. Als hij van je houdt, gaat hij ook echt door het vuur voor je. Dat zie ik gewoon ook altijd gewoon. Dat is true. Dat is wel echt zijn karakter. Hij is gewoon echt real gewoon. Vaak lijkt het of als ik hun vader ben, dan moet ik alles voor ze regelen, doen. Zeg hoe het moet. En ik ben met deze jongens toen ik niks had gewoon. Ik denk dat dat toch heel belangrijk is. Want nu, als mensen op je pad komen, dan denk je toch wel van... misschien wilt hij met me zijn omdat ik het ben. Hé, hey, pa, ja. Goed dan, broer. Zo lang, broer. Zo lang achter mijn hoofd. Mensen gaan heel veel van je verwachten, omdat je natuurlijk wordt bestempeld als groot talent. Toen speelde Locadia, maar ja, Locadia deed gewoon uitstekend. Hij ging weg naar Engeland, dus ja, moest ik het invullen en ik heb het mijn kans wel gepakt. Maar ik heb ook altijd gezegd, bij de een komt het wat sneller dan bij de ander. Ja, ik moet zeggen dat afgelopen kampioenschap wel echt heel lekker voelde, want een paar assists geven, goals gemaakt. Ver gaat hij sowieso komen. Ik hoop dat hij, als hij ooit weggaat naar het buitenland, dat hij Real Madrid gaat. Gewoon zo'n mooie club. Ik denk dat het ook heel gek is wat ik nu ga zeggen. Omdat ik zelf ook een Real Madrid fan ben. Maar ik denk niet dat ik hem bij Real Madrid zie spelen, man. Ik denk dat ik hem bij Barcelona zie spelen, man. Ja, ik snap wel een beetje wat hij bedoelt. Ja, bij Real Madrid is toch wat anders voetballen. Ik hou van de bal hebben. Ja, bij Barcelona heb je toch wel meer de bal. Ja, ik hoop dat ik daar ooit zal spelen bij een van de twee. Na PSV, ik denk toch Engeland. Ik heb alles mee, denk ik. Mijn bouw, fysiek, snelheid. Dus ik denk dat je dat wel nodig hebt. Dan. Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat je dan profvoetballer wordt. Als je daar altijd van hebt gedroomd. Maar ik heb er hard voor gewerkt en alles voor gedaan. Dus vaak zag ik die jongens dan op pleintjes of zo spelen. Maar ja, dan moet jij gewoon trainen. Wanneer die jongens naar een kinderfeestje of zo gaan, moet jij gewoon slapen, want op zaterdag heb je een wedstrijd. Maar ja, ik vind het helemaal niet erg hoor. Ik heb alles ervoor teruggekregen. En ja, het is mooi dat je het dan hebt bereikt, maar ik zeg altijd, ik ben er nog lang niet. Sta bij de voeten, maar ik zweer. Go toe op mijn nek, man, dat is falen. Rennen, want ze willen me zien vallen.